Goedemiddag kijkers en welkom bij weer een aflevering van De Nieuwe Politiek bij DTV, waar tv kijken anders is. Ik zit vandaag in de studio met Masha de Roy en we gaan het hebben over interculturele samenwerkingen. Er is onlangs een project gestart. Ik heb even een korte inleiding gisteren met de minister van Buitenlandse Zaken gesproken en de minister van Financiën. En die zeggen dat ze niet weten of er al middelen beschikbaar zijn gesteld vanuit het slavernijverleden, het potje dat beschikbaar zou worden gesteld. Ik zit hier met mevrouw de Roy en die heeft een heel mooi initiatief, een samenwerking aangegaan met een stichting hier in Suriname. En daar zal ze dus wat meer over vertellen. Ja, welkom mevrouw de Roy. Dankjewel. Ja, een nieuw project is er gaande. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, het project heet Rututaki. Het is een samenwerking tussen drie stichtingen. Stichting Raining Colors Foundation van Rut Juruja. Rut Rachel Juruja, moet ik zeggen. Muziekeducatie Lelydorp, onder leiding van Terrence Panka. Ook docent op het conservatorium. En mijn stichting, de stichting Raconto, uit Nederland. Juist. Ik heb net een korte inleiding gegeven. Natuurlijk ga ik vragen, is dit project tot stand gekomen? Ja. We hebben vorig jaar elkaar ontmoet. Toen was ik hier voor een ander project, het project Mini Chronieken, waar we het straks ook nog over gaan hebben. En ik heb eigenlijk deze twee mensen ontmoet, Rut Rachel en Terrence. En hele enthousiaste mensen die heel erg bevlogen zijn en veel met jongeren werken. En dat doen ze allebei op een kunstzinnige manier. Rut doet dat met behulp van beeldende kunst. En Terrence doet dat met behulp van muziek. Maar ze hebben wel allemaal dezelfde intentie. En dat is namelijk jongeren in hun kracht zetten. Een stukje ontplooiing, een stukje identiteitsontwikkeling van jongeren door creatieve expressie. En ik heb dat ook vanuit mijn stichting. Het werk wat ik doe gaat vooral over het maken van films, mediaproducties, waarin mensen hun levensverhaal kunnen vertellen. En samen hebben wij eigenlijk naar aanleiding van een subsidie die beschikbaar is gekomen vorig jaar, dit project bedacht met als doel om jongeren zich bewust te maken van hun identiteit. Terugkijkend naar wat kun je leren uit het verleden en hoe kan je dat op een positieve manier inzetten in je eigen toekomst. En ook de regie nemen over je eigen toekomst. Ja, hoe lang zijn jullie daar al mee bezig? Wij zijn in december 2023 gestart met het schrijven van het projectplan en het doen van de aanvraag van een subsidie. En we hebben al heel snel bericht gekregen, in januari eigenlijk al positief bericht gekregen, dat ons project gehonoreerd is met een kleine subsidie vanuit het cultuurfonds. En het cultuurfonds beheert onder andere, want ze beheren heel veel fondsen, maar ze beheren onder andere het geld uit het DNB-fonds. En DNB staat voor de Nederlandse Bank. Juist. En de Nederlandse Bank, dat potje is beschikbaar gesteld voor wie? De Nederlandse Bank heeft vorig jaar, in 2023 dus, een excuus gemaakt voor hun betrokkenheid in het verleden bij de slavernij. En ze hebben daarvoor een bedrag beschikbaar gesteld, wat ingezet mag worden ter bevordering van het welzijn en de ontwikkeling van de nazaten van de slaafgemaakten. Maar het gaat breder. Dus het is niet zo dat je je dan alleen maar hoeft te richten op Afro-Surinamers. In principe zijn alle jongeren welkom bij het project waar wij mee bezig zijn. Yes. En hoe ervaren de kinderen het project? Of kinderen of jongeren? Het zijn jongeren. We hebben gekeken naar een leeftijdsgroep vanaf 12 jaar, 12 tot 18 jaar. En dat is een groep van rond de 20 jongeren uit Lelydorp. En rond de 20 jongeren uit Paramaribo. We hebben gekozen voor een groep jongeren die hier leven, wonen in een studieinternaat. Dat is het Christoforis-internaat. Rut Rachel had daar al goede contacten mee, omdat zij daar vaker projecten mee heeft gedaan. En het interessante aan
de groepen is dat het een smeltkroes is van eigenlijk allerlei verschillende culturen, culturele, ja, etnische groepen in Suriname. Ja, dat is heel mooi. En hoe loopt het project? Wat zijn jullie mee bezig? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, we hebben afgesproken dat ieder van ons met zijn eigen kunstvorm met groepjes jongeren bezig gaat. Dus dat betekent dat meneer Panka in Lelydorp muziekstukken aan het schrijven en aan het instuderen is met zijn groep. Dat Rut een aantal schilderwerken heeft laten maken door haar groep, waar zij dan weer een geheel van gaat maken. En dat ik korte filmpjes maak met de jongeren, waarin ze iets kunnen vertellen over wie ze zijn en hoe ze leven. Nou, dat klinkt heel mooi. En hoe bevalt de interculturele samenwerking? Ja, tot nu toe heel goed. Ik denk dat we elkaar heel goed aanvullen. We hebben natuurlijk allemaal dezelfde drive, dezelfde motivatie. En dat is om jongeren bewust te maken van hun identiteit en hun eigen kracht te gaan staan. Dus daarin vinden we elkaar. We hebben een start-event gehouden waarbij wij twee kunstenaars hebben uitgenodigd, artiesten-kunstenaars. Een daarvan was Zulile Blinker. En die heeft een hele krachtige workshop gehouden waarin zij jongeren eigenlijk leren om te gaan staan voor zichzelf en te laten zien wie ze zijn en trots te zijn op wie ze zijn. Dan kwam Jason Adewaiti, die kwam daarna en die heeft eigenlijk muziek gemaakt met de jongeren, waarbij het erom ging dat ze allemaal met behulp van een klankbuis. Ja, dat heeft een naam, ik weet even niet meer hoe het heet. Maar iedereen had een klankbuis en elke klankbuis heeft één bepaalde noot. Maar als je die allemaal in een bepaald ritme om de beurt aanslaat, dan creëer je eigenlijk melodieën. En de workshop die Adewaiti dus gaf, ging over hoe je eigenlijk gezamenlijk muziek kunt maken. En Adewaiti is ook iemand die heel veel doet met zijn eigen culturele achtergrond en de hedendaagse muziekstijlen. En vanuit uw kant heeft u dat dus allemaal vastgelegd? Of? We hebben de workshops wel vastgelegd, met name ook met het doel om daar zelf naar terug te kunnen kijken en te kunnen kijken wat bereiken we nu bij de jongeren. We hebben ook een vragenlijst uitgezet onder de jongeren met een aantal vragen op het gebied van wat betekent het slavernijverleden eigenlijk voor jou? En vind je dat het slavernijverleden nog invloed heeft op de tijd van nu en op welke manier dan? En die vragenlijst, die gaan we ook nog een keer herhalen aan het eind van het project. Dus we willen ook kijken in hoeverre jongeren zich meer bewust geworden zijn van het slavernijverleden van Suriname. En in hoeverre zij vinden dat zij zelf op een positieve manier hun kracht in kunnen vinden. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar over wat is de mensen aangedaan in die tijd. Dat is wel een belangrijk aspect. Maar het gaat ook over wat was dan de kracht, wat was de overlevingskracht van de mensen die toen hier naartoe gebracht zijn. En wat kun jij daar nu nog uit leren? Of wat heb jij daar eigenlijk uit meegekregen? Wat zijn de culturele tradities en de dingen die je hebt geleerd van je voorouders, waar jij je voordeel mee kunt doen? Daar gaat het ook over. Yes, en heb je al zeg maar een indruk hoe ze erin staan? Heb je al echt iets opgemerkt bij een van de jongeren waarvan je denkt van, wauw? Ja, dat heb ik zeker. Want ik heb deze week bijvoorbeeld een interview gedaan met een van de jongeren op het internaat. Een jonge man van 17 jaar, die dus woont en studeert in Paramaribo, maar oorspronkelijk komt hij uit Wanica. En hij was eigenlijk heel trots op het feit dat Suriname een smeltkroes is van al die verschillende culturen. En hij wist ook over elke cultuur, elke culturele groep die hier leeft, een positieve eigenschap op te noemen. En dat kon gaan over, de Javanen hebben hele lekkere recepten. En de Creoolse mensen maken van elk feest een nog groter feestje. Ja, ze brengen, dat zijn de gangmakers. En zo had hij over elke cultuur had hij eigenlijk een positieve gedachte waarvan hij vindt, en dat ben ik wel met hem eens, dat het echt uniek is. Omdat dat zie je bijna niet in landen in de wereld waar zoveel culturen zo goed met elkaar samenleven, elkaars feesten vieren. Dus ja, deze jongeman was zich daar heel erg van bewust. En hij was ook heel erg zich bewust van het feit dat je voor je eigen doelen moet gaan. Hij deed ook een uitspraak.
je maakt jezelf lui. Je bent niet lui van nature. Nee, jij kunt jezelf lui maken als jij niet je doelen stelt en als jij niet je motivatie vindt. Maar ik vind mijn motivatie wel. En ik ben trots op wie ik ben en op wat ik bereikt heb. En ik neem mijn eigen regie voor mijn eigen toekomst. Dus dat vond ik heel mooi dat hij dat al zei. Ja, zeker mooi. Ja. We hebben het natuurlijk over interculturele samenwerking. Dat is niet het enige project waar je mee bezig bent. Je bent ook nog bezig met andere projecten. En dat is Mini-Chronieken, als ik het zo Ja, dat heet Mini-Chronieken. Juist. En een Mini-Chroniek is een korte film, een mini-documentaire over iemand zijn levensverhaal. En zo'n film wordt gemaakt door een amateur, door een cursist, die een training heeft gevolgd op het gebied van filmen, interviewen en monteren. Maar vooral ook, hoe kan ik verdiepende vragen stellen aan iemand over diens drijfveren? Waarom doe jij wat je doet? En die mini-chronieken, dat doe ik al 10 jaar. Dat heb ik heel lang met volwassenen gedaan, maar tegenwoordig doe ik het ook met scholen. En het belangrijkste doel van de mini-chronieken, vooral van het maken van die mini-chronieken, want het gaat niet alleen om de eindresultaten, het gaat ook om het proces, is dat mensen eigenlijk zich verdiepen in andermans leven, en het leven van iemand met een hele andere achtergrond, waar jij eigenlijk iets van kunt leren, ook voor jezelf. En doordat je iets gaat begrijpen over waarom een ander doet wat hij doet, kun je ook naar jezelf kijken. Geef dus ook zelf inzicht. Maar kun je ook misschien begrip opbrengen en respect opbrengen voor iemand die op een hele andere manier leeft dan jij. Juist. En ik heb natuurlijk wel wat achtergrondinformatie over mini-chronieken. Het is ook een uitwisselingsproject tussen studenten, hè? Van Nederland en Suriname. Ja. Het is dit jaar voor het eerst dat ik dus het mini-chronieken lesprogramma aanbied op scholen buiten Nederland. En het idee is dat we scholenkoppels vormen. Dus een klas in Nederland met een klas in Suriname. We doen dat op dit moment op 4 scholen. Dus 2 scholen in Suriname, het Natin en het 3-jarige HAVO Zuidland. En 2 scholen in Nederland, namelijk het MBO, ROC van Twente. En het VWO en HAVO Assink Lyceum in Haaksbergen. De klassen zijn aan elkaar gekoppeld en werken online met elkaar samen. Dus elke klas vormt productieteams van 3 leerlingen per team. En elke 2 teams worden aan elkaar gekoppeld en gaan met elkaar online overleggen wie willen we interviewen. En elkaar helpen bij het bedenken van de interviewvragen. Elkaar feedback geven over de films die er gemaakt worden. En op die manier zorgen we er eigenlijk voor dat studenten in Suriname een film maken over een Surinamer, maar wel voor de studenten in Nederland en andersom. En daarbij mogen ze zelf het onderwerp kiezen wat ze interessant vinden. En hoe gaat dat tot nu toe? Nou, het eerste project is bijna ten einde op het Natin en het ROC in Twente. Iedereen is enthousiast, maar we hebben wel nog heel veel verbeterpunten ontdekt. Het is niet makkelijk om dit vorm te geven en vooral om dit te organiseren en te reguleren. Maar ik kan zeggen, voor een eerste keer ben ik tevreden, vind dat het goed gaat. En dat heeft vooral ook te maken met het enthousiasme en de inzet van de mensen, zowel aan de Nederlandse als aan de Surinaamse kant. Het volgende project, of het project dat nu net gestart is, op het 3-jarige HAVO Zuidland. Daar is meer lestijd eigenlijk ingeruimd. En dan zie je eigenlijk dat het met name in de contacten tussen Nederlandse klas en Surinaamse klas, eigenlijk dat er heel veel gebeurt. Ze maken collages over elkaars land. Ze hebben allemaal filmpjes gemaakt waarin ze zichzelf voorstellen aan elkaar. En dat wordt allemaal online uitgewisseld. En alleen al dat je ziet hoe interessant de leerlingen het zelf vinden om eens kennis te maken met iemand uit een land waar je misschien normaal gesproken niet zo aan zou denken. Ja, dat maakt het voor mij eigenlijk al een succes, die verbinding. Nou, dat is mooi om te horen, mooi project. Wanneer lopen de projecten ten einde? De eerste, we hadden het over de eerste project, dat is Rutu Taki volgens mij. Het eerste project heet Rutu Taki. Rutu Taki is gestart in januari en we hebben op 19 april, even onder voorbehoud, maar als het goed is op 19 april geven we de eindpresentatie waarbij dus de jongeren hun,
hun muziek gaan spelen die ze hebben ingestudeerd. De kunstwerken laten zien en de filmpjes die er gemaakt zijn. Daarvoor komt nog wel een campagne op Facebook, op social media. Dus dat zal nog worden aangekondigd. Plus dat er een aantal genodigden zullen zijn. Bijvoorbeeld de mensen van het cultuurfonds die dit mede hebben mogelijk gemaakt. Misschien mensen van het minister. De minister. Ja, de minister die nog niet op de hoogte is. Dus dan bent u bij deze uitgenodigd, mevrouw. En ja, plus iedereen die geïnteresseerd is in cultuur. Die zal een uitnodiging krijgen. Nou, heel mooi. Heel mooi om zo'n gesprek met u te hebben. En dat de interculturele samenwerking toch plaatsvindt. En we zijn benieuwd naar de eindresultaten, zou ik zeggen. Dus ik wil u bedanken voor de komst. En dan gaan we afronden. Oké, ook bedankt. Juist. Nou, dit heeft u dan weer gehoord van Masha de Roy over interculturele samenwerking. Dit was de nieuwe politiek online TV, online, waar tv kijken anders is. Ik groet. Ja.